Vandaag in de borrel. Vandaag zitten we bij de studio van K3 en het is hier al super leuk. We hebben hier zo'n microotjes, een bakje en... Janet is hier ook. Ja, ik ben hier ook. We zijn hier in Vilvoorde. Ze zijn bezig met alle voorbereidingen. Ik ben hier in Hoofdvoorde bijna begonnen. Het is hier echt heel mooi, alles prachtig. En ook, ja, we weten eigenlijk nog niet veel. Nee, echt. Het is de eerste keer dat we zijn vandaag, hè. Dus alles is nog nieuw. De opname is verder dus de weken in juli. En de eerste was dus een woensdag. De tweede was een vrijdag. De derde was een zondag. Dat was weer een woensdag en weer een zaterdag. Ik had nooit verwacht dat het zo leuk zou zijn. En vinden jullie het spannend? Ja, wel een beetje, want wij zijn de tweede. Dan moeten we oordelen op de tweede kandidaat. Ah, nou, meer weten we nog niet over het programma. Nee. Maar we gaan Gert Kroos zien, we gaan K3 zien. Ja. Zo dichtbij. Ja. Spannend. Ik ben wel een beetje hier. Maar kom maar eens kijken hoe het er eigenlijk van binnen uitziet. Oei, een rommeltje. He? Er zitten hier vier stoelen en dan heb ik een bakje met oortjes om alles te horen, want de boxen staan uit natuurlijk, dus dan kun je niks meer horen. Een stembakje is er ook natuurlijk. En nu heb ik het bakje niet, maar om erop te klikken. Als je eens commentaar moet geven, dan heb je meestal nog een ander bakje. Dan wordt hij ook van achter vastgekleed en krijg je hier zo'n microfoon om commentaar te geven, zo wat publiekshotje. Vind je het nog leuk? Ja. Verantwoordelijkheid die je moet dragen. Ja, gaat het lukken? Ga meegezongen? Ja. 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 Maar wanneer moet je spreken? Maar je hoort het niet. Nee, maar... Jullie waarschijnlijk niet ook horen. Nee. Ja, in de verte zullen de mensen dat ook, maar niet in het echt. We hebben oogtjes, hè. Misschien even beginnen bij het begin. We zijn al eens voorstellen voor de mensen die nog niet kennen. Mijn naam is Gerro, ik ben heel toevallig met de lady. Ja, ik wil ook jullie hebben gezegd. Nee, het wordt super leuk. Dat we blij moeten hebben. We hebben in ongeveer 100 plaat publiek. Dat is iets wat we in een heel lange tijd hebben gehad. Dus welkom allemaal. Jullie maken het hier niet helemaal uit. Jullie zijn een uniek deel van de crew en cast van K3 zoek aan doen. Alsjeblieft. Sam was dus met een speciaal bakje en dan had je er 5 sterren op. En dan had je 1, 2, 3 en 4 en 5. Als je op 1 drukt, dan is het zo... Nee, sorry, deze vind ik echt niet goed. 2 is... Ja, die is iets beter, maar nog steeds niet zo goed. 3 is van... Ja, dat kan beter, maar het is wel al goed. En 4 is van, ja oké, dat gaat echt de goede richting uit, dat was dan super goed. Maar 5, dan denk je jezelf het nieuwe K3'tje. Dat was tijdens het liedje en meestal was ik zo, iedereen was zo keihard bezig zo, na 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 na. En dan zo, oeps, ik ben vergeten te stemmen. Zo, probeer die nog zo te stemmen, maar dat blijft gewoon op de bakjes stemmen. Maar gelukkig wordt hij gewist, zodat dat opnieuw is voor de volgende dingen. En heb jij al een 5 gegeven, Jesse? Nee, ik heb nog geen 5 gegeven. Oh, maar je bent streng. Net heeft wel een 5 gegeven, hè? Ja, aan de vorige. Aan de vorige kandidaat. En waar zit ze nu? Op welke plaats? Op 5. Dus ja, klopt, hè? Ik heb nog een 5 gegeven. En wie heb jij 5 gegeven? Nummer 2. Nummer 2 heb jij een 5 gegeven? Of nummer 1? Ik heb niet die van nummer 3, dat heb ik gezegd. Nummer 3, ah ja. De juf had je een 5 gegeven, hè? Precies. Ja. Hoe zou dat komen? Ik heb nog geen enkele 5 gegeven, ik ben zoals jij. Ja, nee, ik denk dat de goeie er nu nog zullen aankomen. Ja, de toetsen als we weg moesten de volgende dag maken of van voor moesten maken. En dan kon je ook even in de pauzes van K2, dus K3, even een beetje huiswerk maken. Wat ben jij aan het doen, Jette? Ja, na alle leuke dingen komt er ook iets minder leuk huiswerk te maken. Ja, moet ook gebeuren, hè, tussendoor. Ja, ik ben ook slim. Ja, en is dat nodig? Ja, dat is slim. Die
Ja, dat is heel goed. Met je podium, met je fietstoelen. Ja, dit is het ontzettend. Als je gewoon bent en je hebt een fietsen, dan kan je op één zitten. En als er dan iemand beter is dan jou, gaat dan naar één. En dan schrijf jij ook een heel verder. Natuurlijk ben je heel goed. En camera en daar. Ja, ja, inderdaad. Daar is de tunnel waar de mensen uitkomen. En de trap. Alle andere publiekjuries en de container. Dit vind ik echt zo leuk. Dit is een container die net dicht is, maar je kunt er net komen. Ik heb gewoon een container die geen raam heeft. Maar er zitten boxen in waardoor je het wel kunt horen. Dus als die afdrukken, maar die niet, is de kandidaat hier door. Maar drukken ze beide af, dan is de kandidaat door. Jij gaat ook, als ze allebei hebben afgedrukt, de containers omhoog. En als ze hebben gedrukt, dan worden de lampjes rond wit. Oké. De kandidaten komen terug toe, kijk. De kandidaten. En bij mij zijn ze een bakje aan het testen. Woehoe! Oké. Oogjes zitten in. Jij bent klaar, Nette? Ja, en dan doe ik mijn haar meestal over, zodat het niet heel hard is. En de tattoo aan? Goed, nu komt de jury aan. Wil jij een foto bij Ingeborg? Wat is? Jij een foto bij Ingeborg? Ja, maar ik mag er niet bij gaan zitten waarschijnlijk. Nee, maar gewoon. Dus zo voor. Ja, dat was dus de allereerste opname. Dat is dus van 12 uur 's middags tot 12 uur 's nachts. Dus we zetten 12 uur in die opnameset. En dat was zo, maar dan ook echt zo vermoeiend. Want wij moeten dus het begin op het einde opnemen. Dus iedereen was zo bij een vermoeid gezicht. En iedereen van, ja oké, het is ochtend. Woep. Oh my god, dat is zo moeilijk. En wij zitten daar 12 uur, maar jullie zien een aflevering van 1 uur. Oké, normaal lagen we nu al aan bed. Maar ja, het is natuurlijk heel laat. Nu al, hoe laat is het precies? Ja, het is nu al 10:09. 5:09. 10:09 of 5:09. Dat is wel al heel laat. Maar we gaan wel tot 11 uur moeten opleven, dus Laat de zon in je hart. Ze schijnt op voor iedereen. Denk niet aan het leven. Want het is nu toch meegen. Het is ook echt veel wachten. Ja, en wat doet Natalia dan als er moet gewacht wordt? Op je telefoon zitten natuurlijk. Alle kandidaten die door zijn gegaan, zijn er 10 van de 16 die we al hebben gehoord vandaag. En er is één ervan en zij was vroeger een jongen, maar is nu een meisje en ze wil echt jurkjes aan. Ja. En ik vond het heel knap dat ze dat zei, dus iedereen, ja. Dankjewel voor jullie enthousiasme. De hele dag door. Ik kijk er naar uit. De andere dagen worden ook ongelooflijk weer. Je moet net. Ben je moe? Ja, we zitten nu denk ik nu tot bijna 12 uur hier. Ah ja, wij zitten hier 12 uur. Ja. Het is nu al 11 uur. En dan mensen het oortjes zijn vergeten. Dus laten we maar lekker liggen op die stoel. Ah ja. Bakjes, die kastjes. Mogen jullie meenemen. En terug buiten afgeven. Of het naar buiten gaan. Geef jullie weer af dat jullie kunnen opladen. Oké, het zit erop voor vandaag. We hebben bijna geen stem meer en we zijn uitgeput. Ja, je ziet ons wel niet zo goed, dat is heel erg. Ja, het is 11:30. Ja, en we gaan nu een beetje uit. Ja, we gaan proberen weer te slapen en onze stem terug te maken.
laten groeien. Ja. Jij hebt wakker blijven. Best wel, ja. Tot de volgende keer. Dag.